Met de kwast, glas, later zelfs condooms en het niet weg te denken peurschuim. Ja, met opzet zo groot gemaakt omdat het haar toch het meest opvallende is van de koningin en ook het meest dankbare onderwerp om te maken, zeg maar. Gingen we massaal aan de slag. Crea met Bea, kunst voor het koningshuis. Ik ben Gerard Jansen, glazenier van beroep en woon in Haps. En ik heb in januari meegedaan aan de wedstrijd van de NOS met het beeld van Beatrix. Maar de jury zag de glazen Bea niet zitten. Hier is ze dan. Dus staat Bea nu te verstoffen. Er waren anderen die beter waren, laat ik zo zeggen. Ik ben er toen een week of vier tussendoor, tussen het gewone werk door, mee bezig geweest. Ondanks de afwijzing is Gerard nog steeds onder de indruk, vooral van die prachtige haardos. Maar de haardos die vind ik nog steeds tekenend en de gefronste voorhoofd vind ik ook tekenend. Het niet van de elitaire jury trof ook de zus van Gerard, Marga Jansen. Zonder argumenten werd ook haar Bea, purschuim, mozaïke hoofd, afgewezen. Geen argumenten bij? Nee. Maar mevrouw, we vinden het niks. Nee. De haardos is te groot. Nee. Te veel spiegeltjes. Nee. De gekke kleuren. Nee. Helemaal niets. Nee. Jawel. Nee. Je bent afgewezen. Hoe voelde dat? Ja. Gewoon. Ik vond het niet erg. Je wordt altijd afgewezen. Het gevoel kwam bekend voor. Nee, maar ik kan er wel tegen. Nou, dit is Torso Living the Max met beeldenis van Maxima. Na de afwijzing is Marga niet weggezakt in een depressieve bui. Nee hoor, ze gaat met anderen gewoon koninklijk door. Het is nou uitgebreid met Maxima's en zelfs Bernhard en zelfs Willem-Alexander en ja, alle andere leden van het koninklijk huis. Het is een soort rondreizend oranje Crea met Bea oranje geworden. Mis. Het is rondreizend collectief oranje. Kunstcollectief oranje. En broer Gerard is bezig met een klus voor een kapelletje in Haps. Je had toen nog gehoopt dat het een plekje zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld in het gemeentehuis van deze gemeente. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn geweest, maar omdat het Beatrix aftrad, was die mogelijkheid dus weg. Ja. En nu staat ze hier te verstoffen. Ik poets ze regelmatig. Ja, ja. Wat is de toekomst? Wat is de toekomst? Weet ik niet. Ik zie wel. Crea met Bea. Het was een fantastische maand, januari 2013.